Hij is genaamd 32 dus. Wenen is het zachtmoedige. Buiten is de donder. Er is geen bewegende lijn. Dus je kan zeggen dit... het antwoord op deze vraag, daarbij wordt een decor gezet van waar het leven zich voor afspeelt. Dat wil zeggen dat er zijn geen echte plotselinge veranderingen te verwachten. De eigenschap van het hexagram de duurzaamheid heeft als tekst succes, geen fout. Voordeel en standvastigheid, voordeel door een doel te hebben. Binnen, en dat is de situatie zoals hij zich binnen jezelf afspeelt, is het zachtmoedige wat zich voortdurend zoekt naar hoe het zich uit kan breiden. Dat is het wortelen van een plant bijvoorbeeld, of de wind die doordringt tot in de kleinste gaatjes. Dus je zal altijd wel blijven zoeken. Buiten is de donder. De twee trigrammen zijn alle twee hout. Dus hier wordt een beeld gegeven van de doorgaande groei. Dat wordt ook bevestigd door het beeld. De teksten beeld. De duurzaamheid, overeenkomstig. De leerling is standvastig en hij verandert zijn richting niet. Dus als je zegt, ik zoek mijn richting, die heb je in feite al. Er wordt alleen wel bij gezegd, voordeel door een doel te stellen. Dus het is wel belangrijk voor je om te zeggen, oké, in deze fase koers ik hierop af. En je reageert op impulsen van buiten. Daar stap je op in. Dus dan, iedere keer zal een impuls van buiten komen, donder. Iets waarvan je denkt, hé, daar gebeurt wat. En dan ga je daarop in. Dat is het algemene beeld van het hexagram. Het hexagram hoort ook bij het huwelijk. Het karakter van het hexagram geeft weer een bootje wat heen en weer vaart, een veerbootje, van de ene naar de andere oever. Dus hij doet hier iets, als het klaar is gaat hij naar de overkant, doet hij daar iets, dan keert hij weer terug naar zijn uiteindelijke punt. En zo is er dus een zeer continue ontwikkeling die wel eens waar niet lineair tot een doel rijdt, maar als je bent als het ware een soort veerman, en nou ja, het zit er natuurlijk ook wel in met een documentaire gedoe, je brengt steeds berichten van de ene naar de andere kant. Het is wel zo dat zo'n veerman leert zijn vaste klanten steeds beter kennen. Dus dat geeft een voortdurende verdieping. Als je nou kijkt bij een hexagram zonder veranderende lijnen, kijk ik altijd naar de oertrigrammen ervan. Het brontrigram van een hexagram vind je door de tweede, de vierde en de zesde lijn uit het hexagram te trekken. Het blijmoedige in dit geval. Dus dat gaat vooral over communicatie. Blijmoedige, dat is echt te praten en betovering, mooi beeld, esthetisch, al dat soort dingen zitten in dat complex. Dat verandert, de eerste lijn verandert niet, dus het blijft yang. De tweede lijn is een oude yang, dus dat wordt een yin. En de derde is een oude yin, dus dat wordt yang. Je gaat dus van blijmoedig naar vuur. En vuur geeft vaste relaties aan. Dus de doelstelling is om eens even denken, van blijmoedig naar vuur. Klopt dat nou? Ja, dat klopt.
Als ik dan een, ik doe dit altijd zo in vrije val. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een manier waarop zich dat uitdrukt in de maatschappij, dan is het een mooie meid wordt je vrouw, van blijmoedig naar vuur. Iets wat je fascineert, wordt je vaste patroon. Dus ik denk ook dat dit zegt dat als je op deze koers doorgaat, dat je ook ja, geïnstitutionaliseerd wil ik niet zeggen, maar dat je wel op een gegeven moment een zekere positie gaat verwerven. Consolideren. Dat, ja, dat je consolideert en maatschappelijk ingebed raakt. En dat houdt ook in, maar dat is vrij voor vrijwel alle creatieve mensen zo, dat hun experimentele fase, dat ze daar met een zeker heimwee op terugkijken. Kijk, want toen was het allemaal leuk en nu zit ik in een vast patroon. Maar ja, wanneer het vaste patroon is, dat is niet overmorgen. Die leuke periode kan heel lang duren. Dat zit ook in het eigenschap van het hexagram. Want voor die veerman is het iedere keer weer een avontuur van wie er op zijn bootje stapt. Maar je ligt dus eigenlijk al een koers. Het is wel zo, en dat is dat het erg goed is om zoveel mogelijk structuur na te streven in de manier waarop je de dingen aanpakt. Dus dat je zegt, dit is mijn doelstelling, daar wil ik heen. En dat je daar de dingen in kanaliseert, als het ware. Dat is zo wat ik zo op het eerste gezicht zou kunnen zeggen. Wat kan ik meer doen? Aarde is een jonge jang. Die blijft zo. Dus qua algemene instelling ten opzichte van je leven. Ja, echt een oude man word je niet. Dat wil niet zeggen dat je niet oud wordt, maar je zal altijd iets jeugdigs blijven hangen. Op het mensniveau, dat is dus de ervaringen die je meemaakt en hoe je dat verwerkt, ga je steeds meer van bijzondere ervaringen, ouwe jong, dat is altijd een topervaring, naar gewoon. En qua op filosofisch en ethisch terrein ga je van een ouwe jong naar een jonge jong, dus je zal steeds meer, de ethiek zal steeds meer een rol gaan spelen. Hoe meer de ervaring toeneemt, hoe meer de ethiek vorm krijgt. Dat is het zo ongeveer, even in het kort. Dus je hebt geen veranderende lijnen, dus ik deel van het circus kan ik niet vertonen, maar dit is al aardig toch? Maar je zit dus eigenlijk al op koers. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat kan je ook merken omdat de I Ching in zijn fout, in zijn tekst zegt, geen fout. Dat zegt de I Ching op het moment dat jij onzeker bent. Dat je denkt, doe ik dat wel goed? Net zoals de I Ching zegt, vrees niet. Als je eigenlijk een beetje bang bent van loopt dat wel. Het is geen fout. Je zit oké. En doelstellingen dus. En hoe helderder je die concentratie om dat doel, dat is met programmeren waar ik nou mee bezig ben, precies hetzelfde. Ja, dat bevorder je door structuren aan te brengen. Dat is de raad die erbij gegeven wordt. Dus de veerman vaart van het ene punt naar het andere en weer terug. En hij vaart niet even naar een plek verderop, want dat is buiten zijn koers. Oké? Ja, dank u wel. Goed.